Oh yeah, maybe one thing I should tell it. Antony van Reuter is participating in the exhibition The Politics of Design Act 1, a show until December the 2nd, hier in Z33. En ik moet nu terug switchen naar het Nederlands. Katia Truijen, onderzoeker en co-curator van Work Body Leisure. De Nederlandse bijdrage aan de 16e editie van de Architectuur Biennale in Venetië zal voor ons 5 ruimtes bespreken. En hoe die stuk voor stuk voorbeelden zijn die de creativiteit en de verantwoordelijkheid aanmoedigen als reactie op de automatisering van werk. Katia Truijen. Dankjewel, Catharina. En dankjewel voor de uitnodiging. Dit is mijn werkplek, het nieuwe instituut in Rotterdam. Het is niet echt zwart-wit, het is in het echt is het een kleur. Het nieuwe instituut is het Instituut voor Architectuur, Digitale Cultuur en Design in Rotterdam. En er bevindt zich ook het Rijksarchief voor Architectuur en Stedenbouw. Daarnaast is er een museum met een tentoonstellingsprogramma en een lezingenprogramma. Een agentschap voor de disciplines. En een onderzoeksafdeling waar ik werk, een onderzoek toe met een team. En waar ik samen met curator Marina Otero-Verger werkte aan Work Body Leisure het afgelopen jaar. En het is eigenlijk een collectief onderzoeksproject met bijdragen van architecten, kunstenaars, denkers, ontwerpers, muzikanten, historici. En het project is. Is nu als tentoonstelling te zien in Venetië nog, tot eind november. Maar kent eigenlijk heel veel verschillende verschijningsvormen in publicaties, in gesprekken, performances, die ook voorafgaand aan de biennale plaatsvinden en ook daarna door zullen gaan. En met het project kijken we eigenlijk naar de opkomende automatiseringstechnologieën, waar we het al over hebben gehad. En ook de invloed daarvan op arbeidsomstandigheden. Maar ook in hoe in reactie daarop ideeën over het menselijk lichaam veranderen. Onze interactie met machines, ruimtelijke condities en werkomgevingen. En daarbij richten we ons in het bijzonder op Nederland. Omdat we veel voorbeelden zagen van hoe de toekomst van werk in relatie tot automatisering is verbeeld en nog steeds wordt verbeeld. En als je naar automatisering kijkt, en dat zagen we eigenlijk ook al in de post-laboratory, dan zie je aan de ene kant een techno-optimistisch wereldbeeld, waarin automatisering meer winst en luxe zou voortbrengen, maar natuurlijk ook een donkerder en misschien wel een angstbeeld van machines die werkloosheid veroorzaken. En die uiteenlopende wereldbeelden die bepalen eigenlijk nu al onze werkstructuren. Maar misschien hebben ze ook al gevolgen voor de manier waarop we die structuren vorm zouden kunnen geven. En het project Work Body Leisure bouwt voort op een onderzoek dat we bij het nieuwe instituut in 2016 en 2017 al begonnen. Automated Landscapes, waar we kijken naar de gevolgen van automatisering op de gebouwde omgeving. En als je kijkt naar dat zorgvuldig gevormde landschap, ontworpen landschap, hier bijvoorbeeld, dan zie je eigenlijk eeuwen van inspanningen, zowel door mens als machine. En in de tentoonstelling en het onderzoeksproject kijken we eigenlijk naar verschillende schalen waarin je automatisering terugvindt, maar ook waar de frictie tussen werk en vrije tijd heel erg zichtbaar wordt. Van flexwerkplekken en flexibele kantoorruimtes, tot fabrieken, kassen, virtuele ruimtes, maar ook boerderijen en zelfs het bed binnenshuis. En al die ruimte die bieden eigenlijk allemaal een perspectief op hoe lichamen, menselijke lichamen, maar ook niet-menselijke lichamen zoals dieren en robots, steeds opnieuw worden gecategoriseerd en getransformeerd.
En een belangrijk vertrekpunt voor het onderzoek is het werk van Constant Nieuwenhuis, een kunstenaar die tussen 1965 en 1974 eigenlijk een samenleving schetste, Nieuw Babylon, waarin vrije ruimte en vrije tijd mogelijk werden gemaakt door de automatisering van werk. En binnen deze samenleving is alles gericht op vrije tijd en spel en creativiteit. En door arbeid te robotiseren eiste Constant eigenlijk het recht op voor de mens om niet meer te hoeven werken. En eigenlijk bestaat er dan ook geen vrije tijd meer, want alles is spel. En volgens architectuurtheoreticus Mark Wickley, die ook een bijdrage aan het paviljoen leverde, liep hij misschien wel vooruit op de post-labor world, waar we nog steeds over speculeren. En volgens Constant Nieuwenhuis was volledige automatisering was niet alleen een fictie of een utopie, maar ook een toekomst die gerealiseerd kon worden. En nu, bijna 40 jaar later, zie je eigenlijk die geautomatiseerde architectuur op heel veel plekken geïmplementeerd. Bijvoorbeeld in de haven in Rotterdam, maar ook in de logistiek, in de landbouwclusters of melkveehouderijen. En terwijl in Nieuw Babylon die automatisering vrije tijd en spel opleverde, vormt dat landschap dat je nu ziet tegenbeeld eigenlijk, waarin alles op efficiëntie en optimalisering is gericht. En tegelijkertijd vind je achter al die georganiseerde ruimtes ook een soort van sublieme technologische schoonheid die je misschien alleen vanuit de control room ziet, vanuit die ruimtes worden bestuurd en gecontroleerd. En zoals bijvoorbeeld hier in de APM Terminal op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam, waarvanuit alle geautomatiseerde hijskranen en containers en zelfrijdende voertuigen worden bestuurd. En waar die gecontroleerde terreinen niet langer toegang bieden of nauwelijks toegang bieden tot menselijke lichamen. En tegelijkertijd vind je ook weer de weerslag op de stad, omdat het type werk bijvoorbeeld in de haven in Rotterdam verandert. Dus van blue collar work zie je dus meer service georiënteerd werk en werk vanuit kantoren en control rooms. Tegelijkertijd wordt er dan in de stad ook gestaakt en worden buurten herontwikkeld omdat ander type arbeid plaatsvindt. En als je dan kijkt naar het hele oeuvre van Constant Nieuwenhuis en zijn latere werk en vooral in zijn schilderijen, dan zie je dat zijn optimistische visie langzaam plaatsmaakt voor een ander perspectief, waarin geweld juist een intrinsiek onderdeel ook is van die maatschappij. Dus hij zegt eigenlijk als arbeid gerobotiseerd wordt, dat wil nog niet zeggen dat geweld ook wordt uitgebannen. En je kan je afvragen of in Nieuw Babylon, of dat zoiets mogelijk zou zijn zonder het werk van een ander. In dit geval misschien een robot. Maar de uitbuiting van de ander, nou ja, dat is natuurlijk helaas geen nieuw verhaal, maar kent een lange, hele zwarte geschiedenis. Met de slavernij. En dit zijn vrij heftige beelden van schepen waarin tot slaafgemaakte naar de nieuwe wereld werden. De zogenaamde nieuwe wereld werden gebracht. Dit is een afbeelding van een fort waarin tot slaafgemaakte werden vastgehouden voordat ze werden verscheept over zee. En tegelijkertijd is het natuurlijk niet zo dat alle arbeid nu geautomatiseerd wordt, maar vindt er in fabrieken nog steeds veelal onzichtbare arbeid plaats. De assembly line is nog lang niet verdwenen en waar werknemers nog altijd repetitieve taken uitvoeren. En wat je ook weer ziet is dat bestaande ideeën over sociale of genderrollen niet per se heel snel veranderen, maar juist worden ingebed in nieuwe technologieën. En dat zag je eigenlijk al bijvoorbeeld hier in 1970 toen de eerste volledig geautomatiseerde keuken, de Elektra, werd geïntroduceerd. En waar de rol van de huisvrouw niet zozeer veranderde, maar juist werd bevestigd. En tegelijkertijd wordt er ook gespeculeerd over automatisering van bijvoorbeeld sekswerk. Waarbij robots het werk van sekswerkers zouden overnemen. En er zijn artikelen die suggereren dat bijvoorbeeld in het Red Light District in Amsterdam in 2050 als seksrobots werkzaam zouden zijn.
Maar als je naar die robots kijkt, dan zie je vooral geseksualiseerde representaties van die lichamen, vooral vrouwelijke lichamen. Dus die ideeën veranderen niet zo snel. Dit is, het is eigenlijk interessant dat dit gebeurt. Wat je eigenlijk zou moeten zijn, is een tekening van een patent van Amazon. En waar we niet altijd toegang toe hebben. Dus ik weet niet of Amazon op de hoogte is van deze avond. Maar een van de bijdragen aan Work Body Leisure is het fictieve Institute of Patent Infringement. Dat werd geselecteerd door een open oproep voor bijdragen die we hebben gedaan. En dat is een project van Matthew Stewart en Jane Chu. En zij hebben architecten en ontwerpers uitgenodigd om te kijken naar de patenttekeningen van Amazon in dit geval. Juist als een ruimte waarin ook de toekomst van automatisering nu al wordt vastgelegd in patenten en wordt verbeeld. Maar ook als ruimte waar je als ontwerper kan interveneren en tussen kan komen. En natuurlijk vinden we veranderende arbeidscondities ook terug in de stad, waar online platforms precaire vormen van werk mogelijk maken. En misschien wel nieuwe vormen van uitbuiting ontstaan. Dit als ideeënachtergrond voor Work Body Leisure. Dan wil ik jullie nu graag langs 5 ruimtes in het paviljoen brengen. Waar eigenlijk steeds het verschil tussen werk en vrije tijd ter discussie staat. En ik wil graag beginnen in de locker room. En wanneer je het paviljoen betreedt in Venetië, dan bevind je in deze ruimte vol met kluisjes. En dat is een ruimte die, zeker in Nederland, maar ik geloof op veel meer plekken een herkenbare ruimte vormt. Het zou een ruimte in een kantoorruimte kunnen zijn, maar ook een kleedkamer in een sportschool. En de kluisjes vormen eigenlijk een soort interface. Waar je transformeert van een werkend in een niet-werkend mens. En andersom. En tegelijkertijd is de kluisjesruimte ook een interface naar de verschillende bijdragen en de verschillende verhalen aan Work Body Leisure. En het publiek wordt eigenlijk aan het werk gezet om de verschillende verhalen en de ruimte die achter de kluisjes schuilgaan te openen. En op de achtergrond, als je rondloopt, dan hoor je een soundtrack. En die soundtrack heet Songs for Hardworking People. En aan het begin van deze avond, toen jullie deze ruimte binnenliepen, hoorden jullie daar al een stuk van. En dat is eigenlijk een hedendaags coveralbum, een elektronisch coveralbum, van werk- en protestliederen uit de eind 19e en begin 20e eeuw. Het is een project van Noam Toran, waarbij hij werkte met 2 muzikanten, Florentijn Bolderdijk en Remco de Jong, die een interpretatie maakten en de teksten soms eigenlijk als een soort van geesten door de muziek heen weven. En die nummers bieden eigenlijk een historische context voor vragen waar we nog altijd mee van doen hebben. En het is ook een eerbetoon eigenlijk aan alle arbeiders en alle werknemers die een rol spelen bij de productie en de opbouw en het onderhoud van de biennale. En die arbeid die blijft eigenlijk veelal onzichtbaar. En vanuit die kluisjesruimte kun je naar deze ruimte gaan, de playground. En dat refereert dus aan het werk van Constant Nieuwenhuis. En dit is een bijdrage van Mark Wickley, die lang onderzoek heeft gedaan naar Nieuw Babylon van Constant. En we wilden heel graag dit werk, Erotic Space, wilden we heel graag naar het paviljoen halen. Maar het origineel hangt in het gemeentemuseum in Den Haag. En omdat de klimaatcondities in Venetië niet zo goed zijn, waren we genoodzaakt om een reproductie van het werk te maken. En daarvoor hebben we een robot uitgenodigd die in 3D het werk opnieuw heeft geprint. Dat ging best goed. Dus naast de reproductie laten we ook een video zien van de robot die aan het werk is. Office laat een generieke kantoorruimte zien waar menselijk werk overbodig is geworden.
En dit is ook een toegang tot het onderzoek wat we binnen het Automated Landscapes project hebben gedaan. Een bijdrage van Martin Kuipers en Victor Minosans. En hier zie je de control room die dus daadwerkelijk ook ontoegankelijk is geworden voor de mens. Omdat menselijk ingrijpen niet meer nodig is. En het controleren van de geautomatiseerde landschappen ook is geautomatiseerd. De door verwijst naar de door of no return. En de door of no return staat eigenlijk symbool voor de transatlantische slavenhandel, waarbij gevangenen via deze deuren, dus vanuit de forten die je misschien eerder zag, naar de schepen en de zogenaamde nieuwe wereld werden getransporteerd. En dit is een bijdrage van Amal Al-Haag. Zij is curator en onderzoeker. En ze analyseert aan de hand van deze architectuur de migratie en transformatie van lichamen, van talen, identiteiten en ook de historische betekenis van deze plek voor Afrika en de Black diaspora. En de ruimte tussen die deur en de oceaan zou je kunnen zien als een plek waar het lichaam wordt gemarginaliseerd of geracialiseerd. En dat niet alleen de sporen van gedwongen arbeid en migratie vertegenwoordigt, maar ook van de hedendaagse migratiecrisis. En toch vormt diezelfde deur voor Amal Al-Haag ook een plek voor science fiction en juist voor verzet. Een plek als een ruimte eigenlijk waar we een wereld zonder uitbuiting, discriminatie en racisme zouden kunnen verbeelden. En ze heeft gevraagd aan een aantal kunstenaars om op haar breidagen te reageren. En ze werkte ook, ze is ook werkzaam bij het Tropenmuseum, bij het Research Center for Material Culture in Amsterdam. En ze kijkt ook eigenlijk met een kritisch oog steeds naar de collectie daar. En tot slot de laatste plek, het bed. En het bed, Catharina vroeg net al, wie van jullie werkt er uit bed? Het bed is niet zozeer alleen een bed, maar is ook kamer 902 van het Hilton Hotel in Amsterdam, waar in 1969 John Lennon en Yoko Ono hun beroemde Bed in for Peace hielden. En dit is een bijdrage van architectuurhistorica Beatrice Colomina. En zij claimt eigenlijk dat het bed misschien wel het centrum van werk is geworden in een post-industriële wereld. En Yoko Ono en John Lennon hadden dat eigenlijk al goed door in 1969... en ze verbraken dit onderscheid tussen werk en vrije tijd door hun huwelijksreisbed te transformeren in een plek waar ze tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds journalisten ontvingen voor interviews en waarmee ze eigenlijk communiceerden met de hele wereld, of met een groot deel van de wereld. En in feite werkten ze ook, want ze waren namelijk van plan om een kind te verwekken. En tegelijkertijd oefenden ze ook invloed of kritiek uit op de prestatiemaatschappij. In sommige interviews vertelden ze dat ze werk maar een relatief woord vonden. En dat we ons niet zo moesten laten meeslepen door de Achievement Society. En volgens Beatrice Colomina, die naar de Bed in keek, is de scheiding tussen werk en vrije tijd en tussen de privésfeer en thuis en de werkruimte niet langer duidelijk in die post-industriële samenleving. Het schijnt zelfs dat 80% van alle freelancers vanuit bed werkt, of wel eens vanuit bed werkt, gewapend met laptops en telefoons en sociale media. En Hugh Hefner, die je hier ziet, de hoofdredacteur van Playboy Magazine, deed het ook al eerder. Hij werkte altijd vanuit bed en ontving hier ook zijn gasten. Maar ook in het bed in het paviljoen in Venetië werd gewerkt. Tijdens de openingsdagen ontving Beatrice Colomina architecten, kunstenaars, denkers, ontwerpers om hen te interviewen over hun werkplek, hun ideale werksituatie en natuurlijk of ze ook vanuit bed werkten. En een nieuwe serie van die bed-in-interviews vond een paar weken geleden plaats in Londen. En eigenlijk zie je dat heel veel van de bijdragen van Work Body Leisure
verschillende gestaltes krijgen in presentaties, in doorlopende gesprekken. En soms vormen ze ook weer nieuwe vragen voor nieuwe onderzoeken. Bijvoorbeeld aan de TU Delft. Dus eigenlijk is het een gesprek wat steeds wordt voortgezet, hopelijk. En eigenlijk is die internationale uitwisseling ook heel belangrijk. Maar toen we ons daar op de Biennale bevonden, je ziet dat die Biennale nog heel erg is georganiseerd als een in de vorm van nationale presentaties en nationale paviljoens. En dat terwijl de werkpraktijk en zeker de creatieve werkpraktijk natuurlijk landsgrenzen overstijgt. Dus samen met onze directe buren, en dat waren in dit geval het Belgische paviljoen en het Spaanse paviljoen, vroegen we ons af hoe we die landsgrenzen of die nationale representaties konden doorbreken. En samen, door samen te werken. En samen lanceerden we een open oproep voor bijdrage en om een nieuwe vorm van een openingsceremonie voor de Biennale voor te stellen. En dat was een open oproep voor studenten, praktijkbeoefenaars en denkers van alle nationaliteiten en leeftijden. En uit alle inzendingen kozen we het voorstel Europa van Central Office for Architecture and Urban Planning in Brussel. En zij stelden eigenlijk een hele simpele, maar ook een hele sterke interventie voor. Namelijk om de namen van de landen op de façades van de paviljoens te vervangen door Europa. Dus in plaats van Hollanda, België en Spanje zou er voor één dag Europa staan als een open ruimte waar vrij gewerkt wordt, samenwerking plaatsvindt en zonder grenzen. Tot slot wilde ik nog zeggen dat als jullie naar het noorden reizen, vind je vanaf 20 december ook de tentoonstelling in Rotterdam. En daar willen we heel graag het gesprek voortzetten. Dus doe mee en kom langs. Dankjewel. Dankjewel, Katia. Bij de voorbereidingen van onder andere Work Body Leisure, hebben jullie daar ook naar doemscenario's gekeken? Van wat is het ergste dat er kan gebeuren? Of hoe, wat is het belangrijk voor je? Er zit een klein beetje dreiging in de tekeningen, de schilderijen die je hebt laten zien. Was dat aanwezig? Dystopie? De doemscenario's, ik denk eigenlijk dat dat je kunt stellen dat de wereld helemaal niet zo zwart-wit is. Dus je ziet misschien die soort wereldbeelden, een soort optimistische en dystopische wereldbeelden. Maar je ziet eigenlijk dat er achter heel veel façades gewoon heel hard werk en heel veel uitbuiting ook schuil gaat. Dus een van de bijdragen die ik nu niet heb laten zien is van Liam Young. Project heet Renderlands, waar hij is gaan kijken naar renderings die we kennen, dus in videogames, in films en in de architectuur. Daarachter gaat superveel renderwerk eigenlijk, dat vaak plaatsvindt in zogenaamde renderfarms in India. Maar het is niet dat die arbeid zichtbaar wordt of dat die op de creditlist komt te staan. Dus voordat we kunnen ingrijpen is het goed om soort van die locaties waar dat werk plaatsvindt te begrijpen. En dat kan ook heel zwart zijn. Ja. Ja, want we gaan ervan uit dat als wij vrij zijn van werk, als wij leisure hebben, dat iedereen dan leisure heeft, maar is het soms ten koste van anderen? Ja. Daar gaat het eigenlijk ook over. Precies, dus eigenlijk is dat een verhaal waar we gaandeweg achter komen. Want op het moment dat we werk aan anderen uitbesteden, of dat nou robots zijn, of dat nou software is, vaak ook andere mensen op andere plekken, dat werk verdwijnt niet. Mm-hmm. En hoe werd er gereageerd? Wat waren de reacties in het paviljoen? Heb je daar iets van opgevangen? Ja, best wel goed. In de zin van dat mensen het best wel... het was leuk om te zien dat, dat mensen verschillende tijdspannen doorbrachten. Sommigen gingen... verloren zich echt in één verhaal of waren heel interactief meer bezig met de kluisjes openen.
En interessant was ook dat er interactie tussen mensen door die raampjes plaatsvond in de verschillende ruimtes. Mm-hmm. Ja, en ook tussen de verschillende deelnemers, dat er meer links bestonden tussen de hoofdstukken dan we misschien vooraf hadden bedacht. Ja. Binnen hetzelfde, binnen jullie paviljoen. Ja. Of had je het gevoel dat er ook in de andere paviljoenen naar de toekomst van werk of de interactie van architectuur en werk werd gekeken? Eigenlijk vrij weinig. Oké. Okay. Ja. Ja, dus het was het meest aanwezige in het Nederlandse paviljoen. Ja, ja. Het thema. Ja. Ja, onder andere ook, ja, je hebt het al net gehad over die Songs for Hardworking People, maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat worksongs zijn. We hebben een beetje geluisterd toen we binnenkwamen, maar wat was ja, het? Ze klinken ook heel anders. Ja. Ja. Want working songs, dan denk ik eigenlijk aan mensen die katoen plukten. In plantages in de VS bijvoorbeeld, of... En wat heb je nog? Mensen die graan zo met de zeis nog gaan is dat maaien. Ging het hier over? Over dit soort van liederen? In dit geval keek Noam Toran meer naar de industriële werksongs die vooral in Engeland werden geschreven en de albums die werden uitgebracht. Eigenlijk ook soms om afstand te nemen van het werk. Dus het waren, als je de teksten leest, dan zie je dat het heel vaak echt niet zozeer gepaard gaat met het werk, maar meer reflectie is op dat werk. Bijvoorbeeld, ja, je ziet teksten waarin heel erg gevreesd wordt voor het werk dat door machines worden overgenomen. Dat je aan de ene kant ziet dat mensen zich bevrijd voelen van het werk dat ze niet langer hoeven te doen. Maar ook eigenlijk hun, het feit dat ze vervangen worden, dat ze daar ook wel schrik voor hebben. Ja. Dus het is al begin 20e eeuws. Dus toen hadden mensen eigenlijk al angst voor machines en robots. Ja, en dat is het bizarre, dat als je teksten nu leest, dan zouden ze ook vandaag in de krant kunnen staan. Ja. Ja. Zijn er nog vragen voor Katia? Op basis van haar talk. Goed, Katia, dankjewel. Dan gaan we even naar Wiede kijken. Ik was nog niet klaar. Oké, do I have to do this in English of mag ik ook in Nederlands babbelen? Ik denk dat het wel in Nederlands mag. Oké. Ja, er zijn veel mensen die in bed werken, maar ik werk in de zetel. Dus, waar is mijn desk? Ja. Ik begrijp het zelf soms niet. Het is iets wat ik zou tof vinden, is dat mensen hun kleren ook wat rust gunnen. Dus soms zelf in de kast kruipen. Tristig. En dat is een man die efficiënt een computer vangt. Tot zover mijn bijdrage. Dank u wel. Dank u wel, Lieden.